Dit ben ik met mijn vrouw Diana en mijn twee zoons Job en Flip. Zo op het eerste gezicht een normaal gezin. En dit is mijn dochter Puk. En zoals je ziet is er wat met haar aan de hand. Want je gaat niet voor je lol in een rolstoel zitten. En als je goed kijkt, zie je dat Puk niet alleen lichamelijk gehandicapt is. Ze is ook geestelijk gehandicapt. Ik heb Puk en mijn gezin ruim 20 jaar lang gefilmd. Vanaf het allereerste moment tot nu. Omdat Puk niet kan praten, hebben wij elkaar geïnterviewd. Ja, dat was pas na 9 maanden dat we bij de kinderarts terecht zijn gekomen. Nou ja, die schrok zich helemaal het leblazerus. Kan ik me nog herinneren. Deze film gaat over ons vijven en vooral over Puk. Haar eerste stapjes. Haar blijdschap. Haar lijden. Het gaat ook over onze frustraties. Ik vind het ook heel vervelend als mensen zeggen dat dat Puk zielig is of zo. Onze ergernissen. Alsjeblieft, doe normaal. Ga alsjeblieft eten. Onze zorgen. Ik vind het niet te geloven dat ze haar 3 uur lang in die aanval hebben laten liggen. Maar bovenal over onze liefde, ons verdriet en ons geluk. De tweedok, de wereld van Puk. Maandag 3 juli om 9:05 op NPO 2.